Een ballonnetje dat danst in de wind aan een draadje naar de zon. Afgelopen week kregen we met de post deze envelop. En daar stond op bruidspaar Peters. En toen dacht ik, bruidspaar Peters? Dat is al erg lang geleden. Morgen is onze trouwdag, 9 mei. En ik maakte het kaartje open. En toen zag ik al meteen het kaartje wat aan een ballon zat. Die opgelaten is tijdens ons huwelijksfeest. En ik denk, nou wat leuk. Oh, wat leuk. Ach, wat leuk. Was eigenlijk het enige wat ik zeggen kon. We hebben mensen in Haaksbergen hebben dus dit kaartje na 12 jaar gevonden in de bosjes. En zijn zo aardig geweest om ons een felicitatiekaart te sturen alsnog. Hier was het. Hier hebben we hem gevonden. Hier heb jij. Ja, ligt er nou niet meer. Daar ligt hij nou. Hier lag hij. Hier zo. En toen bleek dat het was. Ik denk, nou, dat is wel heel lang geleden, 2003. Ze zijn er in Azewijn ontzettend blij mee. Nou, fijn. Fijn om te horen. Vind ik ook. Ik ben er ook wel blij mee. Ik ben er ook blij mee, ja. Een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon.